Ik ben Brice, ik ben hier productieleider in het museum. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik een beetje het overzicht heb over wat er gaande is bij de opbouw en de afbouw en tentoonstellingen. Het is niet om te klimmen. Het ziet eruit als een spin een beetje. We zeggen er ook spin tegen, maar het is ook geen spin. Het is eigenlijk een tempel. Het is bedoeld om hier samen te kunnen komen. De kunstenares Grayson Diritu, en die heeft deze tempel bedacht en ontworpen. En we hebben die afgelopen week gebouwd. Maar dan is er eigenlijk nog geen kunst en hebben we enkel de tempel gebouwd. Jullie zien de tafeltjes en de wandjes. Daar komen nog kunstwerken op en aan te hangen. En in de rest van de zaal komen er ook nog werken uit onze collectie die dat Grace gekozen heeft om in haar tempel te hangen. Are you on board? Yes. 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 Now we're looking at this wall. What are you doing now? Yeah. She's supporting. Yeah, exactly. Now we're going to put some pictures on that wall. Ze gaan aan de overkant gaan ze de schilderijen hangen. Ze verstaat een beetje Nederlands, maar yeah. Spreekt kan. Ik versta een beetje Engels. I can speak a little bit. Yes, you can. Nice accent. I think a lot. Thank you. Yeah, thank you. We hebben drie kunstwerken gekozen uit de selectie van kunstwerken die binnenkort daar in de tempel van Grayson Diritu getoond gaan worden. Ik geloof dat jullie die zo dadelijk gaan bekijken. En we zouden daar nog een korte conditiecheck van moeten doen. Hier heb ik een klein vraagje voor de volgende ruimte waar een andere kunstenaar is. Dat is Hegwe Yang. Dat is een Zuid-Koreaanse kunstenaar is die had gevraagd of we haar zaal in het blauw konden schilderen. Kent er iemand Yves Klein? Dat is een kunstenaar en die heeft zijn eigen blauw gemaakt. Die zocht naar een blauw dat evenveel kon stralen als die blauwe hemel. En nu had de kunstenares ons gevraagd, kunnen jullie een blauw kiezen dat je in de winkel kan krijgen dat zo dicht mogelijk op dat blauw van Yves Klein lijkt? Je moet niet raden, gewoon zeggen wat je denkt. Welk blauw het dichtste of het mooiste is en het dichtste lijkt op dat van Yves Klein. We gaan eventjes hiernaast kijken om te zien welk het geworden is. Want wij hebben met het museum ook moeten kiezen. En het blauw dat de meeste stemmen heeft gekregen is het blauw dat we gebruiken nu om de zaal blauw te schilderen.